Goedemorgen allemaal. Welkom vanaf de mat in Breda. Morgen gaan we starten met een Pilatesles. Ik hoop dat je er klaar voor bent, dat je je matje hebt uitgerold. Misschien een flesje water erbij. En dan gaan we rustig de start maken van deze dag. Welkom. Je mag komen zitten op twee billen. Het gewicht mooi verdeeld over beide billen. En je ontspant je arm. Sluit je ogen. Voel dan eens na hoe je plaatsneemt vandaag. Je haalt die. Misschien merk je al iets op in je lijf, iets wat goed voelt of misschien iets wat gevoeliger is. En misschien ook helemaal niets. Je hoeft er niet over na te denken of iets in te beelden. Het is wat het is. Richt je dan op jouw ademhaling. En adem rustig in door je neus, door je long. Middenrif omlaag en onderbuik wordt vol. En je ademt uit, je ontspant. Je laat los. Adem nogmaals rustig in. En adem langzaam. Mag je je hoofd ronddraaien in een cirkel? Haal je ogen maar gesloten. Hou de aandacht bij jou. En voel dan eens na of je die cirkel zo ruim mogelijk kunt draaien. Mits dat oké voelt. Want wanneer het ergens gevoelig is, snij je gewoon een stukje af. Tenzij je opmerkt dat er ruimte ontstaat als je daar voorzichtig langs draait. En je misschien wel wat meer open. Draai je hoofd dan op de andere kant op. En ga na of je je gezicht kunt ontspannen. Voorkom kracht tussen je kaken. En zijn je schouders dan ook nog steeds laag van je oren vandaan. Onderin mag je jouw hoofd laten hangen. Kin naar je borst. Waarmee je lengte geeft. Aan het bovenste gedeelte van je wervelkolom. Laat je hoofd maar zwaar worden, zo min mogelijk weerstand. Maar je rug blijft lang. En dus een zachte spanning op je buik, anders ga je inzakken. Probeer dat te voorkomen. Rol je schouders een aantal keer weg naar achteren. En rol je schouders dan ook naar voren. Onderin mag je je hoofd laten hangen. Span je schouders. Adem nog één keer in hier in rust. En adem uit. Open je ogen. Goed, je mag plaatsnemen op jouw matje. Kom maar lekker liggen. Je mag languit komen liggen op jouw mat. Leg je hoofd maar weg. Schouders laag. Armen zijn ontspannen. En ook nu, als je plaatsneemt in deze nieuwe houding, voel je eens na of jouw lijf oké is. Kun je het gewicht goed verdelen over jouw hele lengte? En rustig ademhalen. Wie weet merk je iets anders op in je lijf. Voelt het licht, misschien zwaar. Misschien voel je een specifiek deel in jouw lichaam. Adem daar maar eens een keer naartoe. En je ademt uit, je laat los. Open jouw ogen. Beide voeten mag je gaan liften, waardoor je knieën boven jouw heupen uitkomen. En je rug is mooi lang. Kijk of je jouw armen kunt uitstrekken. Dit is boven jouw heupen. Dus niet te dicht bij jouw buik. Goed. Als je last hebt van je rug of als je zwanger bent, plaats je beide handen onder je billen. Is dat niet het geval, laat je armen vooral weg, want het maakt het wat zwaarder. Vanuit hier spits je beide voeten en jouw rechtervoet komt omlaag.
En je lift terug omhoog. Tap omlaag en lift omhoog. Nou, de beweging die je maakt komt vanuit het heupgebied. En dus je knieën in een hoekje van 90 graden. Beeld je maar in dat je zo in het gips zit. En als je daalt, ga je dus niet verder strekken. En terug. Je gaat ook niet verder buigen. En terug. Maar jouw been vertrekt en komt weer terug vanuit jouw heup. En als je dan merkt dat die vloer net iets te ver is, dan tik je in de lucht. Jij bepaalt jouw eigen level. Kijk wat je nodig hebt. En bepaal je intensiteit. Dat doen we nog 6 keer. Tap omlaag. En lift omhoog. 5 maal. En omhoog. Laatste 4 maal. Let op jouw adem. Uit omlaag. En in. 3 maal. Laag. En op. Laatste 2 maal. En na die laatste keer mag je beide knieën naar je toe halen. En je draait je enkels zachtjes los. Kijk of je jouw gewricht wat ruimte kunt geven. Misschien voel je nog wat spanning van het spitsen. En zorg dat je dat nu loslaat. Dezelfde oefening nogmaals doen. Knieën boven jouw heupen, was armlengte. Als je graag meer wenst, breng je kin naar je borst, reik je uit naar voren en handpalmen draaien open. Tap rustig omlaag en terug omhoog. Let erop dat jouw hoofd niet half naar achter hangt. Het is of je kin naar je borst, of je legt je hoofd weg en niet daartussen. Als je denkt, ik kan die schouders wel liften. Maar nek is toch wat gevoelig, logisch, want je draagt het gewicht van je hoofd. Plaats dan je handen achter je hoofd en ondersteun. Goed, doen we nog 6 keer en omhoog. 5 keer maak je buik iets korter. 4 maal terug op. 3 maal. Laatste 2 maal. En jouw laatste keer. Langzaam leg je je hoofd weg. Knieën naar je toe. En draai je enkels maar los. Goed. Jouw rechterknie blijft bij je. Je linkerbeen strek je uit en beide voeten zijn weer gespietst. Rustig ga je wisselen van kant en ook van greep. Nou, ben lief voor je lijf. Je hoeft niet te knijpen met je vingers. Je omarmt en eventueel breng je jouw knie wat dichter naar je borst. Ook hier kun je ervoor kiezen om je kin naar je borst te brengen. En jouw schouderbladen te liften, dus buik is kort en aangespannen. Wanneer je zwanger bent, laat je uiteraard je hoofd liggen, buik blijft lang. En misschien kies je er dan liever voor om wat hoger uit te strekken. Bepaal ook hier jouw eigen level. We gaan hem ietsjes versnellen. 8, 7, 6, 5, nog 4 maal, 3 maal, 2 maal en stop. 2 knieën naar je toe en ontspan. Draai je enkels los. We gaan deze uitbreiden en een aantal keer herhalen. Dus we gaan vanaf nu je verwarming aanzetten. De warmte in jouw lijf activeren. Bepaal of je je hoofd optilt. Knie blijft bij je oprecht. Linkerbeen strekt uit. Lief voor je lijf. En rustig wissel je van kant. 8, 7, 6, 5. Nog 4 maal. 3 maal. We gaan door met 2 lange benen. 8, 7, 6, 5. 4 maal. 3 maal, rechterbeen gebogen. 8, 7, 6, 5. 4 maal, 3 maal, 2 lange benen. 8, 7, 6, 5. 4 maal, 3 maal, 2 maal, 1 gebogen. Laatste combinatie, laatste ronde. Voor 4, 3. 2, lange benen, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 en laat los. Leg je hoofd maar weg, sluit je ogen, schouders laag en voel na. Wat merk je op? Is het je adem? Is het jouw hartslag? Misschien je buik? Misschien zelfs je benen of jouw voeten? Of meer een algemeen gevoel in jouw lijf? Adem uit het heel bewust omlaag naar je onderbuik toe. En adem uit, laat rustig ook weer los. Adem rustig in. En adem uit, laat los. Nou, adem richting jouw hart. En neem alle snelheid mee naar buiten. Wij gaan verder. Je mag beide benen plaatsen op de vloer. Knieën wijzen naar het plafond. En je gaat naast jouw heupen echt naast elkaar liggen. Span je buik goed aan, zodat zoveel mogelijk werveltjes in jouw rug de mat gaan aanraken. En dan mag je jouw rechterbeen omhoog strekken. Nou, flexie je voet betekent dat je je hiel omhoog brengt, je tenen omlaag. En je draait je tenen naar buiten, naar de kant van jouw kleine teen. Heb je last van je rug? Handen weer onder jouw billen. Je been daalt voorzichtig omlaag en weer omhoog. Daal omlaag en lift. Omlaag en lift. Nou, blijf dat been strekken. Blijf je voet flexen en heel belangrijk, blijf je voet uitdraaien, zodat je de binnenkant van jouw been ziet en voelt. Lift en down. Lift en down. Als dit goed gaat, kun je kiezen. Ik blijf hier, het is prima, het is voldoende. Wil je graag iets meer, dan brengen we een bounce aan. We gaan het tempo veranderen. En dan krijg je nog wel wat extra aanwijzing om de veiligheid te bewaren. Kijk, bounce en terug. Dus je swingt hem naar je toe en terug. Billen blijven op de mat. Dus duw en terug. Duw en terug. Duw en omlaag. Voor 8 keer. 7 keer. 6 maal. Hou vol. 5. Blijf strekken. 4 maal. 3 maal. Laatste 2 maal. En dan jouw laatste keer. Breng het been naar je toe. Blijf flexen. Blijf uitdraaien. En kleine stukjes pulseer je naar je lijf toe. Voor 8. 7. 6. 5. 4 maal, 3 maal, 2 maal, blijf hier. Omarm je been, spits je voet. Draai jouw been weer in het verlengde, dus niet meer uitdraaien, maar je ziet gewoon de voorkant. En dan adem je in, alsof iemand zachtjes aan jouw grote teen trekt. En je ademt uit, je brengt dat been wat dichter naar je toe. Adem in en zoek lengte. En aan en uit, breng maar naar de toe. Laatste keer, adem in, verleng. En naar de toe. Nou, voorzichtig ga je je voet opnieuw flexen, dus je hiel omhoog. Buig je been en plaats de buitenkant van jouw rechter enkel boven je linkerknie. Rechterknie duw je van je af. Of als je denkt, kom maar op, meer stretch. Dan pak je vast om jouw linker bovenbeen heen. Adem eenmaal rustig in. En adem uit. Laat los. Trek beide benen weg. Adem in. Vul je buik. En adem uit. Laat
je beide handen maar eens op jouw heupen. Voel het verschil in warmte. En misschien ook wel het verschil in beleving van lengte in je benen. Andere kant. Plaats jouw rechtervoet op de mat. Strek jouw linkerbeen op omhoog. Schouders zijn laag, armen naast je of handen onder je billen. Flex jouw voet. Draai je tenen uit naar buiten en jouw been begint rustig en komt weer omhoog. Daarom laag en lift. Omlaag en lift. Kijk of je een flow kunt vinden die doorvloeit. En als dit voldoende is, blijf je in de tempo. Anders ga je hem bouncen en terug. Duw en terug, maar blijf wel strekken. En terug, billen op de mat. En terug, rug is lang. En terug, 8 keer. 7 keer. 6 maal. 5 maal. Laatste 4. 3 keer. 2, op je best. En dan jouw laatste keer. Rustig lift je hem terug op omhoog. En duw kleine stukjes naar je toe. Duw en duw en duw. Voor 8, 7, 6, 5, 4 maal 3 maal 2. Blijf hier. Omarm. Spits jouw voet. Zoek lengte alsof je van bovenaf een steuntje krijgt. En dan breng je hem naar je toe. Hou je billen op de mat, dus niet loskomen. Adem in, zoek lengte. En adem uit, iets naar je toe. En als dat wat gaat trillen, laat dat er zijn. Liever niet doet, is dit niet duwen. Hou constante kracht. Laatste keer adem in, verleng. En breng naar je toe. Goed. Nou, flex je voet. Plaats de buitenkant net boven jouw knie en die zwevende knie hier op links duw je van je af. Wil je meer? Pak je vast op rechts. Duw de zwevende knie nog steeds van je af. Adem in. En adem uit. Twee lange benen strek je rug. Plaats je handen op jouw onderbuik. Adem in, maak je buik vol en rond. En adem uit, laat los. Adem in, vol en rond. En adem uit, laat los. Goed. Nou, we gaan verder. Plaats je beide voeten maar eens op de mat, op heupbreedte. Niet te breed. En je lift jouw heupen op omhoog. Je navel is in, dus de afstand van je wervelkolom naar je navel is redelijk smal. En je duwt je schouderbladen samen. Armen zijn ontspannen, tenzij je voelt dat je wegglijdt. Klem dan je handen in elkaar en zet hem vast. Kin naar je borst, dus je mag een onderkin maken. Ik ben daar heel goed op. Je mag je rechter heel rustig omhoog liften. En je rolt je hiel ook weer af. Linker hiel rol je op. En laag. Probeer de beweging ook hier vanuit jouw heupen te laten ontstaan. Dus heupen zijn jouw stabiele basis. Je zakt niet omhoog en omlaag. Je houdt nergens scheef. Maar jouw hiel lift, jouw been neem je mee vanuit je heup en je daalt. Dus activeer jouw core, jouw powerhouse. Doen we nog 4 maal. Rol omhoog. En terug omlaag. 3 maal. En omlaag. Laatste 2 maal. En omlaag. En dan jouw laatste keer. Nou blijf hoog in je stand. Voeten staan nog steeds op heupbreedte. Schouders zijn nog steeds samen. Armen rustig naast je. En we gaan langzaam dalen. Omlaag.
2. En omhoog. 2. Daal omlaag. 2. En omhoog. Span je billen aan. Dus als je daalt net boven de vloer, kom je rustig naar beneden en verzacht je wat. Wanneer je lift, kom je tot die max en knijp je samen. Je werkt hard. Lift en knijp. Daal. Laat los. Nou, adem je uit omhoog. In. Omlaag. Nou, waarom? Als je omhoog gaat, verbruik je energie. Dus je ademt uit. En wanneer je daalt, herstel je. Uit, omhoog, in, omlaag. Laatste 4 maal. En daal naar beneden. 3 maal. En daal. 2 maal. En dan jouw laatste keer lift omhoog. En na die laatste daling kom je nog 1 keer naar je mat. Knijp boven in jouw binnen echt samen. Span aan. Schouders nog steeds samen. Voeten op heupbreedte. Rol je rechterhiel los. Rechter knie naar je toe. Strek je rechterbeen omhoog. En schuif naar je borst. Langzaam flex je voet. En plaats je voet terug aan de mat. Dus rol je heel. Knie. Strek. Knie. En rustig naar beneden. Rol. Knie, strek, knie en rustig naar beneden. Rol, knie, strek, knie, langzaam naar beneden, stabiliseer. Rol, knie, strek, knie en rustig omlaag. Rol, knie, strek, knie en flex omlaag. Yes. Rol, knie, strek, knie en flex. Laatste keer. Rol, knie, strek, knie en terug. Nou blijf hoog. Knijp je billen samen, finale. Pulseer kleine stukjes. Adem. Yes, lift, lift. 8 keer op je biste. Knijp voor 8. 7, 6. 5, 4 maal, 3 maal, 2, blijf hoog, blijf hoog, blijf hoog, blijf aanspannen voor 4, nog 3, laatste 2, en rol dan wervel voor wervel, af omlaag. Onderin kom liggen, neem plaats en sluit de onderkant van jouw voet. Knieën vallen naar buiten. Haal adem. In door je neus. En adem uit. Wanneer je merkt dat je adem nog wat hoog is in je borst, plaats je handen op je onderlijf. En adem heel bewust naar jouw handen toe. Lift je navel. En adem uit. Ontspan. Laatste keer adem in. En adem uit. Hou open jouw ogen. Lift je knieën rustig op omhoog. Breng ze samen. Voeten zijn helemaal aangesloten. En dan lift je jouw heup omhoog. Schouderbladen komen samen. En jouw bridge staat dus helemaal smal. Ontspan je armen of klem als je dat nodig hebt. We gaan naar een iets explosievere oefening, maar wel verdieping van de armen net maken. Lift jouw rechterbeen op omhoog, spits jouw voet. De heupen zijn naast elkaar, dus je lift niet rechts hoger dan links. Blijf in balans. Langzaam gaan we dalen met jouw heupen en je schiet omhoog. Dus je spant in 1 keer aan. En down. Push. En down. Zet af. En zak. Zet af. Iets sneller. Push en down. Push en down. Lift en lift.
lift voor. 8, 8, 7, 6, 5. Blijf je benen strekken. Nog 3, 2. Nou, niet ontspannen. Zet je voet rustig weg. Blijf hoog. En knijp nu dus je benen samen. Alsof je alle gaten tussen boven en onderbenen wil dichten. Maak jezelf smal. Adem rustig in. En adem langzaam ook weer uit. Wissel dan van kant. Strek jouw linkerbeen omhoog en spits jouw voet. Heup in balans. Langzaam start. Laag en push. Omlaag en lift. Omlaag en op. Omlaag en op. Tempo. Laag en op. Laag en op. Laag. Lift. Voor 8. 8. 7. Push. 6. 5. 4. Let op je adem. 3. Nog 2. En jouw laatste keer, blijf hoog. Zet je voeten naast elkaar. Knieën sluiten. Adem rustig in. Adem uit, span nog iets meer aan. En rol dan wervel voor wervel af omlaag. Strek je benen lang uit weg. Geniet van het gevoel dat jouw lijf heeft. Geniet van de warmte, de energie die stroomt. Je verwarming staat aan. En je bent goed bezig. Je bent trots op jezelf. Goed. Open dan jouw ogen. En je mag één knie naar je toe halen. Ben je zwanger, dan kom je zijwaarts. Rol even omhoog. En kom dan op handen en knieën. Knieën iets breder dan jouw heupen. Billen naar achter, armen lang naar voren en ontspan. Haal adem. In door je neus. En adem uit via jouw mond. Adem rustig in en adem langzaam uit. Plaats je handen onder jouw schouders, je knieën onder jouw heupen. Je mag jouw rechterbeen opnieuw uitstrekken, heupen zijn naast elkaar. En je mag jouw been buigen, flex je voet. Je mag jouw been liften vanuit je knie, dus je knie duw je op en op. En op. Als je nu merkt, die armen worden toch wat zwaarder. Kom gerust omlaag. Lift en lift en lift. Op voor de ronding van jouw bil. De onderkant. Kijk hoe ver je kunt liften. Voor. 8. 7. 6. 5. 4 maal 3 maal 2. Blijf hoog voor 4. Voor 3. Laatste 2 half vol en je laatste duw nog voor 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Laatste 8. Hoog. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En plaats hem terug. Rug wordt rond. Navel in. En rug wordt hoog, kantel je bek. Natuurlijk blijf je in balans. Andere kant. Strek je linkerbeen uit, heupen naast elkaar. Dit wordt je laatste deel, dus geef alles wat je hebt. Buig je been, flex je voet en je knie gaat omhoog. Dus even coördinatie. Spiek misschien een keer over je schouder als je voet alle kanten op gaat. Omhoog, platte voet naar het plafond. Adem. Rug blijft recht. Navel is in. Op en op en op. Lift door. 8, 7, 6, 5, 4 maal 3, 2. Blijf hoog.
4, 3, 2, push omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blijf hoog voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en zwaar. Knieën breder, billen naar achter, armen lang. Haal adem. Vanuit hier kom je voorzichtig overeind. Mag je komen zitten op jouw billen. Neem de tijd. Span je schouders, recht je rug. Waar het allemaal begon. Schouders laag. Sluit je ogen. Adem rustig in. Geef je rug maar wat lengte. Wanneer je uitademt, laat je die schouders nog iets verder dalen. Breng je handen in for your hands, voor je hart. Open dan je ogen en kijk naar je handen opnieuw aan, waar je nek leekt opnieuw vindt. Adem in rijk en kijk op omhoog. Adem uit, handen dalen, kin daalt naar je borst. Adem in, lift en rek op omhoog. En adem uit, down. Laatste keer adem in. Laat dan jouw linkerhand over je rechterknie en twist over jouw rechterschouder naar achter. Voel de draai in je wervelkolom, in je buik, maar hou je beide billen op de mat. Wissel van kant, plaats je rechterhand op je linkerknie en draai over je schouder weg naar achter. Ondertussen lig je lang uit op je rug. Armen ontspannen naast je. Schouders gedaald. Misschien zelfs een dekentje over je heen, als je dat fijn vindt. Thank you.
jezelf leegstroom. Kleine spiertjes die al mimiek vormen. Laat je wangen wat zwaarder worden. Span je voorhoofd, je oogleden. Voorkom kracht tussen je kaken. Vind rust achter je ogen. Schouders zakken rust in nek en hals. Span je armen en open je handen. Geef je vuisten geen kracht. Ontspan al je vingers. Wat is dan de positie van je hand in totale rust? Jouw buik heen en weer pulseert. Vanaf het bovenste gedeelte van jouw wervelkolom in je nek stroom je wervel af. En adem rustig ook weer uit. Voel hoe jouw lijf plaatsneemt. En probeer maar eens het gewicht helemaal te verdelen over jouw hele lichaam. Alsof je overal even zwaar bent. Dan haal je nog één keer adem in rust. Beweeg je vingers, beweeg je teen. En laat energie zachtjes terugkomen in jouw lijf. Voel hoe je voor een tweede keer wakker wordt. Adem in en rek jezelf helemaal uit. Maak lang, armen boven je hoofd. En adem uit, laat ook weer los.
Breng dan je knieën naar je toe. Je arm. Draai je enkels los. En rol voorzichtig omhoog. Kom zitten en adem in. Zijwaarts omhoog, adem in, lift. Pray your hands. Adem uit, handen naar je hart, je kin naar je borst. Dan wil ik je bedanken voor vandaag. Voor je inzet, je motivatie. En trots op jezelf. Geniet van je dag.